Rogier, als je last hebt van een onderkin, wat is dat dan? Nou, een onderkin is gewoon die vet, het vet gebeuren wat je onder je kin hebt zitten. Ja, en dat kan best wel heel vervelend zijn. Dat wordt natuurlijk steeds, naarmate je ouder wordt, steeds meer. Ja. En daardoor krijg je dat die kaaklijn wat minder strak eruit ziet. Okay. Ja. En wat kan je daar aan doen? Nou, enerzijds is het soms ook door een slapper wordende huid. Dus die kan je behandelen, bijvoorbeeld met fillers of met een Silhouette Soft. Maar concreet gezien is het soms ook gewoon vet. En dat kan je oplossen met een vetoplosser, zoals Prostelane, NRP, of Aqualix of Kybella, CQ, okay. Belkira. Ja, en mensen die dat ondergaan, die behandeling, wat kunnen die verwachten qua resultaten? Nou, met de Prostelane NRP is het zo dat het best wel heel snel de herstelperiode heel kort is. Mm-hmm. Soms zijn er meerdere behandelingen nodig, dus om dat effect te bereiken. Dat kan je pas ongeveer na een maand kan je dat beoordelen. Met de vetoplossers die op basis van galzuren worden ingezet, zoals Aqualix of Belkira of Kybella, worden de vetcellen echt kapot gemaakt. En daar is de herstelperiode wel een stuk langer van. En dat betekent dat je dus echt wel wat zwelling hebt, want het is een ontstekingsrespons. Okay. En hoe vaak moet ik terugkomen voor deze behandeling? En hoe lang duurt het? Blijft het resultaat? Ja, het resultaat is dus op basis van de galzuren permanent. Okay. Dus als het weg is, dan is het weg. En bij de Prostelane is het 1,5 tot 1 jaar. En het grote voordeel met de Prostelane is dat je ook vaak verstrakking ziet. Want je moet wel een beetje oppassen met de behandelingen, vet oplossen op basis van galzuren. Kan soms de huid wat slapper worden. Dus je kan ook niet. Je moet daar kijken. Ja. Ja. Dan vat ik hem even samen. Want als je dus last hebt van een onderkin, dan is dat 9 van de 10 keer dus vet. Dus je kan een vetoplosser gebruiken. Maar het kan ook op basis van het gebruik van fillers of de draden. Hoe heet het ook alweer? Silhouette Soft. Silhouette Soft, inderdaad. Dat je het allemaal steviger maakt en er gewoon beter laat uitzien. Perfect. Dank je.